Het is goed dat ISATA genomineerd is als beste praktijkopleider, omdat ze enthousiast is in haar werk. Ze is sociaal, ze kan met verschillende niveaus goed communiceren. Maar ondertussen ook heel erg bezig zijn met nieuwe plannen voor de leerwerkplaats. Ja, goed schakelen met andere scholen, de ROC en de Hogeschool van Utrecht, en daar gesprekken mee aangaan. Ik ben praktijkopleider geworden omdat ik passie heb voor het begeleiden. Maar niet alleen voor het begeleiden van een student, maar ook het opleiden en ontwikkelen. De belangrijkste voorwaarden om een student goed op te kunnen leiden zijn een veilig leerklimaat. Dus een student moet zich veilig kunnen voelen op zijn stageplek. Moet zich welkom kunnen voelen, geaccepteerd. Het gevoel hebben dat hij mag leren, kan leren, fouten mag maken. En vooral wordt benaderd als persoon. Ik ben werkzaam als verpleegkundige, 32 uur per week. En eigenlijk begeleid ik de hele tijd doordat ik aanwezig ben. Ik heb wel één dag per week een kantoordag. En dan doe ik dan administratieve zaken. Dan voer ik de gesprekken met de studenten. Dan ben ik bezig met deskundigheidsbevordering. Dat is helemaal correct. Nou, dan mag je het systeem gaan vullen. Ik hoop dat de studenten over 10 jaar over mij zeggen dat ze zich veilig hebben gevoeld op de afdeling toen ze mijn stage liep, dat ze enthousiast zijn geworden door mij voor het vak. Dat ze de punten die zij goed hebben ervaren bij mij ook meenemen naar hun manier van begeleiden. ISATA is professioneel, sociaal, enthousiast en veelzijdig.